Ja, goedemiddag. Het is of we 7 maanden terug zijn. Goed weer voor u te staan. En toch is er intussen heel veel veranderd. Er zijn verkiezingen geweest. Ik kan u zeggen, het is aanzienlijk prettiger om hier weer zo voor u te staan dan bij dat hekje bij de stadhouderskamer. En misschien is dat ook wel een gevoel van wederzijds zo wordt beleefd. We pakken vandaag de draad weer op. Er is nu een coalitie, kan ik u melden. En voor de fijnproevers onder u, er is ook een nieuw achterwandje. Dat kunt u achter mij zien. Met vlag, dus we lopen al helemaal vooruit op de aangenomen motie in de Tweede Kamer gisteren. Alleen het Europese vlaggetje zit er nog niet in. Vanzelfsprekend hebben wij vandaag in de ministerraad teruggeblikt op het debat van gisteravond en eergisteren. Ik ga dat hier niet overdoen, maar misschien mag ik een paar dingen wel constateren in mijn inleidend woordje. Ik denk als eerste en belangrijkste, denk ik, relevant dat het kabinet vertrouwen bij implicatie van het niet uitspreken van het wantrouwen, dus het vertrouwen heeft van de Tweede Kamer. En daarmee ook in het verlengde daarvan voor de hoofdlijnen van het regeringsbeleid. Met dat akkoord willen wij Nederland verder versterken, voortbouwen op wat er is bereikt nu Nederland uit de crisis is. En ervoor zorgen dat mensen ook gaan merken in hun persoonlijk leven dat het beter gaat. Natuurlijk zijn er compromissen gesloten in de afgelopen maanden, maar tegelijkertijd denk ik dat ook de afgelopen dagen zichtbaar werd dat er ook samenhang zit in alle plannen van het nieuwe kabinet. Niet alles is in beton gegoten, ook dat was duidelijk denk ik de sfeer in het debat van de afgelopen dagen. Op veel punten zullen we als coalitie ook samenwerking gaan zoeken met bijvoorbeeld partijen in de Kamer, maar ook met allerlei maatschappelijke organisaties. Met iedereen die een positieve bijdrage eraan wil leveren. En die ruimte is er dus ook echt. Zowel in het parlement als met partijen buiten het parlement. Ook sociale partners, ook gemeenten en provincies. Vandaag zijn we er meteen mee aan de slag gegaan. U ziet het persberichtje over de hoogte van de eigen bijdrage in de wet langdurige zorg en de WMO. En daarnaast hebben we vandaag de startnota vastgesteld. Dat betekent dat nu ook alles wat in het regeerakkoord stond is verwerkt in het financiële beleid van het kabinet. Daarover wordt apart nog weer een briefing gegeven vanmiddag, dacht ik, op het ministerie van Financiën door de minister van Financiën. Dat betekent dat volgende week ook in de Kamer kan worden gesproken bij de algemene financiële beschouwingen over die hoofdlijnen van het beleid. En ook weer hoe dat dan vervolgens doorwerkt in de behandeling van de departementale begrotingen. Met andere woorden, we zijn nu na 7 maanden ook echt aan de slag gegaan. Goed. Wouter de Winter. Meneer Rutte, waar de sfeer niet zo goed was de afgelopen dagen, was in Venlo, in Blerik. Wat vindt u van de gebeurtenissen daar? Ja, ik vind dat echt zeer ernstig. Ik ben blij dat politie en ook het lokaal bestuur onmiddellijk zijn opgetreden. Politiemensen in het land moeten hun werk kunnen doen, journalisten moeten hun werk kunnen doen en dit is een land waarin de staat en niet de straat regeert. Dus goede zaak dat de burgemeester het lokaal gezag onmiddellijk maatregelen hebben genomen. De indruk bestaat daar, maar ook bij de buitenwereld, dat het juist helemaal niet zo goed gaat daar, omdat de dingen behoorlijk uit de hand zijn gelopen. Ik wil hier niet de burgemeester of het bestuur van Venlo verder recenseren. Ik vind dat zij adequate actie hebben genomen. Maar ik moet ook rolvast zijn. Dit is echt een zaak van het openbaar gezag in Venlo. En mijn waarneming is dat zij de goede acties hebben genomen. Tegelijkertijd heeft u meer dan een jaar geleden in een interview gezegd over een journalist die het werk onmogelijk werd gemaakt. Heeft u bij Zomergast een en ander over gezegd. Toen was u niet zo rolvast en heeft u heel duidelijk verteld wat er met dat soort mensen gedaan moest worden, namelijk terug naar Turkije of richting Turkije of wat dan ook. Gisteren zijn er journalisten weer geweest die het werk onmogelijk is gemaakt. Er zijn mensen belaagd, er zijn microfoons afgepakt. Er is dus in een jaar eigenlijk helemaal niets veranderd naar aanleiding van uw opmerkingen. Nee, het is ook niet zo dat als je als minister-president iets opmerkt dat dan de zaak verandert. Vervolgens moet je ook dingen doen. Er gebeurt heel veel. Hè. Het nieuwe kabinet heeft weer extra investeringen aangekondigd in de politie, zodat het lokaal gezag nog beter ondersteund wordt, ook vanuit het politieapparaat, in het belangrijk werk wat zij moeten doen. Het vorige kabinet heeft al hele forse extra investeringen in gedaan, ook het nieuwe kabinet. Maar uiteindelijk is het een zaak die wij ook als samenleving zullen moeten oplossen. Het is niet zo dat de politiek
deze raddraaiers in zijn eentje kan aanpakken. Uiteindelijk hebben die raddraaiers familie, die hebben vrienden, die hebben een omgeving. En ik heb dat ook gezegd bij het geweld rondom Oud en Nieuw. Natuurlijk is het terecht dat men naar de politiek kijkt, naar het openbaar bestuur, om het land veilig te houden. Ik vind dat het openbaar bestuur goed optreedt. Maar ik stel wel vast dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt voor de samenleving en in dit geval de directe omgeving van deze klootzakken die dat doen. En dat is familie, dat zijn vrienden, dat zijn ouders die accepteren dat dit gedrag wordt vertoond. Dank u wel. Ja, heel even aansluitend als het mag. U heeft daar eerder ook over gezegd van hulpverleners en journalisten blijf je met je tengels af. En u zei nog iets anders in die zin. Weet u nog hoe u die zin afmaakte toen? Ja, maar ik ga hier geen, niet mezelf recenseren of... Citeren. Ja, of citeren. Volgens mij ben ik volstrekt helder. Want toen zei dat geheel in geest. En anders pleur je maar op. En dat is geheel in geest wat ik net zei volgens mij bij meerdere uitspraken. En ik denk dat heel Nederland dat zo voelt. Ook even aanvullend, want u zegt ja, de samenleving moet hier ingrijpen. Maar, en het vorige kabinet heeft zoveel geïnvesteerd in de politie. Maar eerst is er zoveel bezuinigd op de politie. De lokale burgemeesters daar klagen over gebrek aan politieinzet. Ja, deze redenering vind ik niet acceptabel. Oké, ik accepteer het voor u natuurlijk, u mag de vraag stellen. Maar ik zou die redenering maatschappelijk echt willen verwerpen. De politie natuurlijk moet goed gefinancierd zijn. Er moeten genoeg agenten hebben, et cetera, et cetera. En daar steken we ook extra geld in. En terecht dat Nederland in de eerste plaats ook naar de overheid kijkt om ervoor te zorgen dat de mensen in het land veilig zijn. Dat is een eerste taak die de overheid heeft. Maar daar kan het niet bij blijven. Want wat ik zeg, al deze raddraaiers hebben familie, hebben vrienden, hebben een omgeving. En die hebben gewoon corrigerend op te treden. Die hebben ook hun rol te spelen. Het kan niet waar zijn dat we accepteren dat dit gebeurt. En dat daar ouders thuis dat zien gebeuren. En als die kinderen en de jongeren thuis komen, ze geen vragen stellen. Ook daar moet de opvoeding plaatsvinden. Maar dat kunt u zeggen over een wijk waarvan de bewoners zeggen dat de politie daar niet eens naar binnen durft. Ik heb al die berichten gelezen. Dit is een zaak van het lokaal gezag. De burgemeester van Venlo en het lokaal bestuur. Ik vind, wat ik ervan gezien heb nu, en alle berichten erover, dat zij adequaat optreden om daar stap voor stap de orde te herstellen. Maar is daar meer politieinzet nodig? Ik ga niet vanuit het landelijk bestuur, ik heb mijn handen vol aan het landelijk bestuur. De burgemeester van Venlo gaat over het openbare orde in Venlo. En ik vind de acties die hij genomen heeft, de adequate acties. Ander onderwerp. Een aanvullende vraag hierover. Dan gaan we het wel afvallen. Ja, de PVV Geert Wilders roept in dit verband op tot massademonstraties om in verzet te komen. Om het land weer terug te veroveren. Dat is eigenlijk de ondertoon, vindt u daarvan? Ik ga niet elke uitspraak van Geert Wilders commentariëren. Nou, hij zegt dat hij heeft er ook gisteren in het debat uitgebreid aandacht voor gevraagd. De situatie in de Nederlandse wijken. Deelt u zijn analyse van de problemen? Ik heb niet van plan om een vrijdag persconferentie. Ik heb 2 dagen met Wilders gedebatteerd. Dat was wel even mooi. Nou, 2 momenten geloof ik reuze mee. Nou, dan had hij meer naar voren kunnen komen. Ja. Hij had meer kansen. AD. Er zijn nog steeds een aantal groepen ontevreden in de samenleving. Er zijn 400, daar hebben we het gisteren ook over gehad. U heeft het daar over gehad. 400.000 mensen die bij de koopkracht achterblijven. De leraren die nog meer willen dan dat ze al krijgen. De wijkverpleging heeft net aangekondigd dat er weer acties komen omdat de werkdruk te hoog is en er 125.000 mensen gevonden moeten worden. Ja. Waarvan minister De Jonge net ook aan het touwtje zei, dat wordt echt een uitdaging. Ja. Daar moeten we hard aan trekken. Wat kunt u nog betekenen voor al die ontevreden groepen de komende tijd? En is daar ook geld voor om daar nog extra's te doen? Nou, volgens mij trekt het kabinet fors extra geld uit nu dat ook kan. Hè, om extra te investeren, bijvoorbeeld in het onderwijs. Dan zien we de komende jaren dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, alleen al aan de ziekenhuiszorgkant, inclusief huisartsen en wijkverpleegkundigen, de komende jaren de defensiebegroting erbij komt, zo'n 8 miljard. We proberen die stijging wel iets af te remmen. Maar dat zijn allemaal macro bedragen. Vervolgens kom je te staan voor een aantal hele praktische en ingewikkelde vraagstukken. Bijvoorbeeld, hoe zorg je ervoor dat de vele vacatures in de gezondheidszorg gevuld worden? Ik heb er gisteren in het debat met de Kamer over gesproken. Welke mogelijkheden er zijn om dat voor elkaar te krijgen, maar dat niet overnight gebeurt. Dus ik snap heel goed de zorg die er bestaat bij het onderwijs en ook in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld over de werkdruk. Ik heb ook geen enkel bezwaar daartegen als
groepen in de samenleving aandacht vragen voor hun opvattingen door bijvoorbeeld te staken of demonstraties te organiseren. Binnen de wet is dat allemaal mogelijk en het kabinet zal ook altijd, als men dat op prijs stelt, daarbij aanwezig zijn en ook het gesprek aangaan. Maar ik denk dat wij nu stap voor stap zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg voor grote vraagstukken staan, waar dit kabinet zeer gemotiveerd is om met het onderwijs zelf, met de leraren en de schoolhoofden, met de gezondheidszorg, dus met de artsen en zeker ook met de verpleegkundigen, de problemen aan te pakken. En die 400.000, daar zei u gisteren van, wij gaan daar serieus naar kijken. Welke 400.000? De 400.000 mensen die niet achterblijven qua koopkracht. Ja, maar daarvoor is het grootste deel zijn gepensioneerden met een groot pensioen die achterblijven vanwege de gebrekkige indexatie. Daar gaat de overheid niet over. De gebrekkige pensioenindexatie is een zaak van werkgevers en werknemers. Ik dacht dat tijdens het debat was gezegd, want daar gaan we nog serieus naar kijken over of dat nog, daar nog wat mee kunnen. De overheid kan nooit koopkrachtverlies als gevolg van gebrekkige indexatie in de pensioenen gaan compenseren. Hm. Want dan nemen wij de tweede pijler over, dat gaat niet. Ik kijk nog even naar vragen. Ik kijk of er nog meer, dan gaan we. Ja. U maakte net een opmerking, meneer Rutte, over dat wandje. Wat is de diepere gedachte achter die vlag? Dat is de Nederlandse vlag. Ja? Die vind ik prachtig. Wij wisten al dat dit Nederlands Zeker. Was. Nou, wij vonden dat, dat wij toe waren aan een nieuw wandje. Vanwege een nieuw kabinet, nieuw wandje? Ja, een nieuw kabinet, nieuw wandje. En ik heb zelfs hier nog een aantal belangwekkende spreekpunten meegekregen. Ik kan u melden, het wandje moest sowieso worden vervangen. Want Nieuwsport heeft een nieuw logo. En zoals u ziet is dat logo hierin verwerkt. Het lijkt overigens verdraaid veel op het vorige logo. Dan was het inderdaad een kans, het nieuwe kabinet, om het oude versleten wandje te vervangen. En daarmee ook het ontwerp bij de tijd te brengen. De verschillen met het vorige wandje zou die vraag gesteld hebben, dan zou mijn antwoord geweest zijn dat de verschillen niet heel groot zijn. Ik heb laten vertellen dat de kleur blauw iets anders is. Minder flats, en dat is ook een verzoek van de media geweest om die kleur blauw wat steviger te maken. Verder zijn de horizontale banen gebleven en er is een rood-wit-blauwe band. Verbeeldend, de Nederlandse vlag is toegevoegd. Ja, dan zou je de vraag kunnen stellen, vind je hem mooier? Nou, dat lijkt me een zaak van smaak, maar ik vind hem mooi. Het is geen radicaal nieuw ontwerp, dat past ook bij mij en bij het kabinet. We doen de zaak stap voor stap. En ik denk dat de ontwerpers erin geslaagd zijn om wat dynamiek toe te voegen. En omdat de Nederlandse driekleur ook is toegevoegd, kan hij ook gebruikt worden, dit wandje, althans dit ontwerp, bij internationale bijeenkomsten. Wij gaan dit wandje ook gebruiken, maar dan een kopie neem ik aan. We gaan niet dit wandje meenemen. In Brussel, bij de persconferenties. Fijn dat u zo goed voorbereid was. Dank u. Ja. Nou ja, dit is een belangrijke ding. Ja. Maar dan heb ik toch nog één vraag. Is hier tijdens de formatiebesprekingen over gesproken van, moet ik de Nederlandse vlag weer in het wandje stoppen? Nee, daar is niet over gesproken. Het is gewoon een eigen idee van een ambtenaar? Ja, nou ja, kijk, het mooie van Algemene Zaken is dat men daar heel veel goede ideeën heeft. Dan worden ze mij voorgelegd en heel vaak neem ik die ideeën over. Dit vond ik een mooi plan. Dus zei je meteen, ja, doen. Ja, ik zei doen. Precies. Is er eigenlijk nog meer antwoorden op vragen die niet gesteld zijn? Ik heb hier een hele set antwoorden op vragen die u niet gesteld hebt. Wij zijn hier altijd tot de tanden gewapend. Goed. Ik geloof dat er geen vragen meer zijn. Dank en een goed Leuk weekend. Leuk jullie weer te zien. Tot volgende week.